Oké, hartelijk welkom in de Rode Hoed. Ja, zo op het eerste gezicht lijken ze niets met elkaar gemeen te hebben. De een is een bescheiden, serieuze zoon van een zendeling. Nee, de andere een seculiere veilingmeester met praatjes. De een is voor het eerst lijsttrekker, de ander waarschijnlijk voor het laatst. Of verklap ik nou iets? Ja, maar toch hebben ze iets met elkaar. En wat ze met elkaar hebben, dat gaan we vanavond ontdekken. In deze tijd van polarisatie is het goed om elkaar te ontmoeten, verbinding te zoeken. En dat gaan we doen met Gert-Jan Segers en Alexander Pechtold. Gaat u zitten. Zo. Jullie behoeven nauwelijks introductie natuurlijk, maar ik zou het kunnen doen. Maar ik vind het wel aardig om het op een andere manier te doen. Trouwens, zullen we elkaar tutoyeren? Goed, dat is wel leuker voor het gesprek, hè? En onderling natuurlijk. Zeker, absoluut. Ik ben wat ouder dan jullie, dus ik mag dat ook voorstellen. Ja. Nou, scheelt niet veel, hoor. Alexander, kun je misschien die man die naast je zit introduceren? Daarbij moet je wel twee woorden gebruiken. Dat is briljant en prostitueebezoek. Een Pechtold die zo lang stil is, dat ben ik niet gewend. Ik probeerde heel gevat te zijn, maar dat gaat me niet lukken. Een paar zinnen hoeft nee, wel, ik vind Gert-Jan, we kennen elkaar nog niet zo heel lang. Want ik heb heel veel contact met Arie Slob gehad. En daar had ik ook echt een klik mee. Dat wil niet zeggen dat wij die niet kunnen krijgen. Maar ik vind hem wel... het briljant slaat wel op de positie die hij met zijn partij nu inneemt. Dat vind ik een interessante. Ik kan dat dadelijk nog wel wat verder uitleggen. Mm-hmm. En ik zou hem nooit verdenken van prostitueebezoek. Nee, oké. Okay. Nou, ik dacht dat je misschien begon over je wetsvoorstel over prostitueebezoek. Nee, ik wou zeggen, ik heb wel eens een keer een prostituee bezocht, maar dat was dan toch anders dan je zou denken okay. Dat ik het nu zeg. Dan, ja. Kun je aan de andere kant ook collega Pechtold even voorstellen? Met de woorden ja. Houthakken en ijdelheid. Nou zeg, ik zou hem niet willen betichten van ijdelheid. Houthakken, dat is... Ik heb daar pas een hele interessante reportage gelezen in Vrij Nederland. Dat het komt aan op precisie. Het komt aan op kracht. De juiste klap op het juiste moment. Mm-hmm. En toen ik hier naartoe liep, dacht ik... Ja, dat is wat ik oprecht bewonder aan Alexander. Dat is dat in 2006 hij virtueel 0 zetels had. En hij daarna is gaan... Nou ja, niet gaan hakken, maar virtueel gaan hakken... die juiste klap op het juiste moment heeft gegeven... en een factor van betekenis is geworden. Daar bewonder ik hem om en dat is ontzettend knap... wat hij de afgelopen 10 jaar met D66 bereikt heeft. Ja. Nou wil ik nog even de atmosfeer in de zaal proeven. U bent allemaal gekomen, ondanks de kou. Wie is hier eigenlijk gekomen uit sympathie voor de heer Pechtold? Oké. Okay. En wie uit sympathie voor de heer Segers? Nou, die winst is alvast binnen. We zullen aan het eind van de avond nog eventjes gaan peilen. Oké, okay. Ja. En wie heeft de verkeerde voorstelling geboekt? Ja, meneer, oké. Okay. Het spijt ons. Er komen straks nog wat D66 mensen binnen ook, hè, van de fractie, want die zijn nog bezig. Dan gaat het beeld een beetje kantelen. Ja. Toch even, voordat we verder gaan met de actualiteit, want... Ja, Jacques Monash, ja. PvdA-Kamerlid, is afgehaakt, ook van de PvdA-fractie. Dus het kabinet heeft een minderheid. Dus we kunnen nu nieuws maken. Wie gaat die motie van afkeuring tegen het kabinet indienen? Want dan moeten ze gaan. Nou, ik zie ons er geen van tweeën voor aan dat we dat doen. Mede omdat het is nu het moment. Nou ja, wat de afgelopen 3 jaar hadden we ze eigenlijk ieder moment kunnen laten vallen als wij niet... samen met de SGP de belangrijke zaken hadden opgepakt. Dus als je dat in die periode niet doet om hele bewuste redenen... zou ik niet weten waarom je het 4 maanden voor de verkiezingen wel moet doen. Nou, omdat de meerderheid nu weg is. Ja, dat vind ik een rekenkundige waarheid die ik niet in de politiek vind passen. Zo simpel is politiek niet? Nee.
Je hebt ook met je eigen geloofwaardigheid te maken. Dus ik zou geen reden kunnen bedenken waarom ik verkiezingen zou willen vervroegen die op 15 maart al zijn. Het kabinet heeft vertrouwen totdat het tegendeel blijkt, hè? Dus totdat het wordt opgezegd. Mm-hmm. En dat gaat altijd over de inhoud. Dat dus op die manier moet je daar naar kijken. Maar wat dat nu vooral laat zien is dat selectie van kandidaten, dat een hele serieuze bezigheid is. We hebben nu een PvdA-fractie waarbij 2 mensen vroegtijdig zijn opgestapt en 3 mensen zijn uitgetreden. En dat is echt heel pijnlijk voor zo'n partij. Wat zegt het over de PvdA? Nou, in ieder geval dat selectieproces niet goed is gegaan. En voor de sfeer in de fractie? Ja, dat kunnen we af en toe naar gissen, maar dat zal niet altijd even gezellig zijn geweest. Nee. Nee. Als het Rutte 1 was geweest, zit ik te bedenken, ja? Dan had ik morgen die motie ingediend. Ja, waarom dat meen dan ik wel? Serieus. Nou, omdat het een kabinet was wat een onzalig, absurd avontuur was. En waar CDA een bijna doodervaring heeft gehad. En de VVD het nog steeds niet uitsluit. Maar dat vond ik toen zo tegen alle Nederlandse tradities in. Dat kabinet, dat had geen dag langer, wat mij betreft, hoeven zitten dan noodzakelijk. En daar waren de verhoudingen ook zo scherp dat ik denk dat het daar ook wel gelukt was. Okay. Jullie blijven constructieve oppositie, zelfs nu nog. Ja, zeker. Altijd op de inhoud. Dus ja. Ook de komende 4 maanden. Twee redelijke mensen zitten hier aan tafel. Maar ik hoop dat het wel wat feller wordt straks. Ja. Want de reden dat we hier zitten, er was ooit een tweet van Gert-Jan Segers. Dat D66 wat kerk en geloof betreft een zure partij is geworden. Volgens mij is Alexander daarop aangeslagen en zijn jullie bij elkaar gaan zitten. Schets iets van die voorgeschiedenis. Want het was niet het koek en ei altijd. Nee, heb ik dat letterlijk zo geschreven? Dat een zure. Oh ja. Dat is ook een beetje een zure tweet, is dat. Zeg ik met zelfkritiek. Nou, in ieder geval dat het een ongemakkelijke combinatie is. Dat is waar. Dat ik niet zo heel vaak echt boos ben. Dat er minimaal één moment is geweest dat er een issue op tafel lag. En dat was met Gerard Schouw, die inmiddels uit de fractie is, maar waar ik over het algemeen een goede verstandhouding mee had, dat ik echt boos werd. Dat ik echt, en dat ging over iets heel onbenulligs, wat bijna te klein is om hier op te noemen. Dat ging over de adresdoorgifte richting kerken. Dus dat wordt richting banken doorgegeven. Dus dat kerken gebruik maken van de gemeentelijke basisadministratie. En dat gaat richting banken, dat gaat richting NS-reizigers, dat gaat richting verzekeraars en dat ging richting kerken. En dat dan keer op keer poging wordt ondernomen om dat eruit te halen. Specifiek die kerken. En dan zie ik vandaag zo'n foto van een kandidatenlijst van D66. En dan zie ik allemaal keurige mensen. Zie ik allemaal, meestal met stropdas, allemaal nette mensen. En als het dan om religie en kerk gaat, dan zit er een soort, dan gaat het schuren en dan zit er een soort, nou, in mijn perspectief soms een soort venijn, dat ik denk, wat is dat toch? Wat heeft dat met die nette mensen te maken dan? Nou, dat ik dus over het algemeen heel goed met ze kan opschieten. En dat ik, nou ja, niet dat ik per se alleen maar een nette heer ben, maar dat je met hele inhoudsvolle mensen te maken hebt die op dit onderwerp, er zit iets. Zijn ze antichristelijk naar u? Nee, dat is echt te scherp, te fel. Maar er zit een ongemak over religie in het publieke domein. Waar komt dat nou toch vandaan? Ja. Maar de eerste reactie van Alexander was toen Calimero-gedrag. Ja, kijk, ik ben natuurlijk opgegroeid in de tijd dat christelijke partijen andere minderheden eigenlijk, laat maar zeggen, in keurslijven dwongen, waar ik me niet prettig bij voelde. Ik vind dat we de afgelopen jaren als D66 met andere partijen die de scheiding van kerk en staat hoog in het vaandel hebben, dat we zorgvuldig omgaan, maar wel onze agenda uitvoeren. Mm-hmm. Tijdens de samenwerking die we met de C3 hadden, heb ik met Arie Slob en met Kees van der Staaij een goed gesprek gehad. Ik heb het toen zelf samengevat als: jongens, als we daarover gaan praten, dan wordt het moeilijk. Dus laten we het over het kasboek hebben van de overheid en niet over de Bijbel. Daar onderhandelen we niet over. Dat is 2,5 jaar heel goed gegaan. Ik denk ook dat die partijen eigenlijk gek genoeg meer naar elkaar heeft gebracht, meer geïnteresseerd in waar staan ze eigenlijk voor. Ik denk niet dat één van mijn voorgangers ooit met wat toen nog gewoon klein christelijke partijen werd genoemd, een beetje oneerbiedig, ooit zo'n interesse ook in de persoon had. Maar ja, we hebben wel gevoelens waarvan we denken groot, klein, principieel, minder principieel, dat willen we doen. En zoiets als kerkelijke gegevens of gegevens over mensen
doorgeven via de basisadministratie. Ik ben een paar mensen tegengekomen die zeiden, hè? Wat gek, ik ben ooit gedoopt. Ik wist helemaal niet dat ik nog ergens stond ingeschreven. En nou word ik opeens, nu ik verhuisd ben, door een kerk met een accept giro. Dat wil ik niet. En zelfs mensen die daardoor heel radicaal zeggen, nou, dan ga ik me ook bij die kerk uitschrijven. Ik denk, nou ja, dat lijkt me ook weer wat overdreven. Maar ik vind dat een principiële. Waarom wel aan kerken? Waarom niet aan voetbalclubs? Waarom maar er is natuurlijk andere? Meer dan dit, hè? Dit is één voorbeeld. Zeker. Nou ja, dit was een even. Ja. Kijk, we zullen er nog vele behandelen. Hier ligt het boek Hoop, van, dat is voor de verkiezingen geschreven. Heeft u eigenlijk een boek geschreven ook nog voor de verkiezingen? Duurt nog even. Duurt nog even, maar het komt wel uit. Dat weet ik niet. Oh. Misschien, ik schrijf niet zo snel. Nee, maar goed. Oké. Maar dat, En je moet beter timen voor kerst natuurlijk. Oké. Sinterklaas zeker. Sinterklaas zeker, Maar daarin zeg je van alles over de christelijke minderheid die door de seculiere meerderheid eigenlijk wordt gepest. En gepest dat woord. In de hoek gedrukt, laat ik het zo zeggen. Niet, in de hoek gedrukt. Er zijn wat voorbeelden. Noem eens een voorbeeld dat je zegt, nou, daar erger ik me wild aan. Daar ben ik echt. Nou, in zijn algemeenheid schrijf ik dat ik heel beducht ben voor meerderheden. En dat heeft een biografisch element. Ik ben opgegroeid als. Ik ben altijd bewust geweest dat ik lid was, ben van een kleine orthodox-christelijke minderheid. Een protestants-orthodox. Buiten de Bijbelbelt. Mm-hmm. Ik heb 7 jaar in Egypte gezeten. En ik trok daarop met Koptische christenen. Die altijd zaten in de hoek waar de klappen vallen, tenminste voor hun gevoel. Dus er zit een gevoeligheid als het gaat om de positie van minderheden. Ik wantrouw meerderheden die toch het gevoel hebben, zo zijn onze manieren, dit is normaal, wij zijn zo'n beetje de norm. Wij dicteren deze cultuur wat gewoon is en minderheden zijn de uitzondering. Dus een beschaving is altijd een beschaving die rekening houdt met minderheden. Die kijkt naar de rechten van meerderheid en minderheid en die moet hetzelfde zijn. En dat is niet vanzelfsprekend. En dan schrijf ik in zelfkritiek, het ging net over positie van minderheden toen christenen de macht hadden. Ik schrijf in met enige zelfkritiek dat ook een christelijke meerderheid exact dezelfde neiging heeft. Dit is normaal, dit zijn onze normen en waarden. Mm-hmm. En degene die afwijkt, ja, dat is dan de uitzondering. Dus dat is wel een rode draad. Nou, wat ik nu zie is dat er een seculier liberale meerderheid is die zich moeilijk kan voorstellen wat religie is, wat dat voor mensen betekent. En als ik nou een veilig voorbeeld noem wat mij zelf niet aangaat, dan is dat bijvoorbeeld de rituele slacht. Wat vooral orthodoxe joden aangaat en een groot deel van de islamitische gemeenschap. Voor orthodoxe joden is dat to be or not to be. Dat is een vrijheid die we al 400 jaar in dit land hebben. Als dan een meerderheid zich breed maakt en zegt, jongens, wat een gekkigheid, daar moeten wij vanaf. Ja, dan komt alles bij mij naar boven wat mij inderdaad gevormd heeft als politicus, als mens. Hier dreigt een minderheid de dupe te worden van een meerderheid die zegt, zo zijn onze manieren, dit is normaal, wat een gekkigheid, we moeten er vanaf. Tegen die reflex, daar zal ik me altijd tegen te weer stellen. Begrijp je dat? Ik begrijp het, maar ik merk dat ook, zelfs in orthodox-christelijke kringen, dingen niet stilstaan. Ik loop nu 10 jaar in de Kamer mee, ik heb Bas van der Vlies nog meegemaakt. En het kastje van de duivel, daar kwam de SGP niet op. Nou, tegenwoordig doen ze gewoon mee met zelfs reclames en spotjes. Dus dingen veranderen. Mm-hmm. En rituele slacht, ik weet dat het heel moeilijk ligt. Maar dierenwelzijn, en dat is niet over één nacht ijs, is heel erg lang bestudeerd als iets waar aantoonbaar voorkomen kan worden dat het dier lijdt. En dan vind ik het argument, we doen het 400 jaar, we moeten elkaar zo nu dan even raken, ook om het spannend te houden. Ja, dat doen we met vrouwenbesnijdenis ook. En daar zeggen we ook van, heel vervelend dat jullie dat al honderden jaren doen, maar hier in Nederland doen we het niet. Ja, maar die vrijheid die hebben we nooit gehad voor vrouwenbesnijdenis. En dan zal ik inderdaad, godsdienstvrijheid is nooit onbegrensd. Dus het is begrensd daar waar het evident leidt tot verminking in het geval van vrouwbesnijders. Dus daar zal ik nooit een pleidooi voor voeren. Tot lijden van dieren. En dit is inderdaad, hier moet je twee waarden, hier moet je twee vrijheden moet je afwegen. En ik was onder de indruk, maar dat komt omdat uiteindelijk de besluitvorming was zoals ik hem wenste. Maar ik was onder de indruk van de gedachtenvorming in de Eerste Kamer. Mm-hmm. Waarbij ook D66 heeft gezegd, ja, maar dit is zo'n fundamentele inbreuk van in vrijheid van godsdienst. Mm-hmm.
hier stemmen wij tegen. En dat was een weging van de rechten van minderheden, van de vrijheden. Het is uiteindelijk goed terecht. Het is goed gekomen in de Eerste Kamer. Ja, maar niet in de Tweede Kamer. Geregeld verbazen wij ook nog wel eens. En daarom vind ik. Ik vind dat als je kijkt naar de agenda die D66 op dit soort onderwerpen de afgelopen decennia heeft uitgerold, is het altijd na heel lang en zorgvuldig en soms vanuit minderheden zoekend naar meerderheden. Dat is met de euthanasiewetgeving, dat is met de winkeltijden. En dan verbazen we soms bij het onderwerp als de winkeltijden dat toen er onlangs een motie voor lag, ja, maar er mag geen verplichting zijn om op zondag open te zijn, dan stemmen wij daarvoor. Want ja, inderdaad, idioot dat je verplicht zou moeten worden om op zondag open te zijn. Dus dan merk ik soms dat weer tot een prettige verbazing leidt. Alleen ik merk de laatste jaren, en misschien is dat omdat ik merk dat D66-denken vanuit een minderheid voortkomt, dat nu je merkt bij christelijke partijen, CDA, ChristenUnie en SGP hebben samen nog maar 21 zetels in de Kamer. Ik bedoel, vroeger was dat de helft van wat het CDA in zijn eentje opbracht. Dat je wel merkt dat we heel gestaag, heel begripvol, wel met een agenda bezig zijn waarvan wij het gevoel hebben, ja, die heeft al 10, 20 jaar achterstand. En daar zitten nogmaals soms dingen in waarvan ik dan denk, jongens, maak je niet zo druk. En daar zitten soms wel principiëlere. Nou ja, zoals wij bijvoorbeeld bij de wetsvoorstellen, bij de gratie gods. Ja, ik vind een wet, los van dat je dat door een koning laat tekenen, prima, daar hebben we in ons staatsbestel zo voor gekozen. Maar een koning zit er niet bij de gratie gods. Ja, in de ogen van sommigen, maar niet van allen. Is er niet een oud reliquie wat inderdaad wel weg kan? En de wet moet, naar mijn gevoel, wil je ook iedereen kunnen dwingen. Zeker nieuwkomers in dit land kunnen dwingen te zeggen, dit zijn onze wetten. Dan moeten ze voor iedereen gelden. En dan moeten ze ook iedereen aanspreken. Ja. En is dat een heel principieel punt? Ja. Nou, misschien zelfs. Even zeggen, ja. Nee, ik denk dat je kunt er zelfs een seculiere uitleg aan geven. Het is inderdaad een reliquie vanuit het verleden. En het verbindt ons met het verleden. Maar je kunt er zelfs een seculiere uitleg aan geven, namelijk dat macht altijd begrensd is. En in dit geval is de macht van de koning begrensd bij de gratie gods. Dus je kunt er zelfs een seculiere uitleg aan geven dat macht altijd begrensd moet zijn. Maar het is iets wat er staat, wat er altijd is. En daarvan zeggen zelfs VVD en PvdA, ach jongens, moeten we ons daar nou druk om maken? En dat zeggen ze ook richting D66. En dat zeg ik ze, nou, moet je daar nou druk om maken? Is dat daar waar in een tijd dat verhoudingen op scherp staan, sprake is van polarisatie, we zoeken naar wegen om, nou ja, een verdeeld land iets minder verdeeld dus te maken. Dus tegen de haren instrijken. Moet je dit nou iedere keer op scherp stellen? Ja. De vraag stellen is een beantwoord. Soms juist wel. Het gaat om, doe je dat stijlvol? Doe je het begripvol? En dan, want we zoeken de scherpte weer even op, ben ik verbaasd dat wat ik de afgelopen jaar uit christelijke hoek over me heen heb gekregen. Ik bedoel, Buma bij een van de laatste debatten verweet mij een kruistocht. Meneer Segers verweet mij een beeldenstorm. Dan denk ik, nou, A, kent hij zijn geschiedenis dan niet goed? Want als voortkomend uit de katholiek gezin, het waren jullie die de beeldenstorm deden. Ja. Nee, het was maar ook en wij willen nog steeds van 1566 die excuses wel een keer hebben. Er was afgelopen zaterdag een nationale synode. Als kunsthistoricus denk ik ook nog. Jullie hebben die kerken gewoon gesloopt. Ja, ja. Nou, en dan mij beeldenstorm verwijten. Nou, namens al mijn voorgeslachten excuses voor de beeldenstorm. Die is binnen. Die kunt u noteren. Alweer nieuws gemaakt. Ja, zeker, zeker. Nee, ik ben niet in de positie om namens alles iedereen. We hebben geen paus, dus ik ben niet in die positie. Nee, het was een beelden. Het zijn inderdaad beelden als bij de gratie gods en het randschrift en de zondag. Dat zijn een aantal beelden, het zijn een aantal symbolen. Ja, en die moeten er één voor één moeten die eraan. Terwijl ik zou zeggen, ja, ik gun jullie belangrijkere onderwerpen. Een belangrijker, een dwingender agenda dan dit. Nu lijkt het soms, er is een soort strooigoed in die fractie, dat op dinsdag dan de D66-fractie bij elkaar zit. Ja, maar ik wil ook nog een dingetje. Nou, weet je, dan mag jij het randschrift. Ja, maar dan mag jij de zondagswet. Want iedereen, en dat wordt ons al keurig verdeeld. En ik, jongens, er zijn toch echt dwingender dat klopt, onderwerpen. Het wordt goed verdeeld. En er is altijd heel veel belangstelling om zo'n wet voor te gaan bereiden. Nee, want ik word dan boos maar, en dan ga ik weer een lelijk woord zeggen. Zuur en beeldenstorm. En dan hebben we weer een beetje vuurwerk. Nou, wat me opvalt uit het boek, er staat als stel voor dat de seculiere meerderheid ooit de zondagsrust opoffert. Hè? Zegt van het is voorbij. Dan zeggen jullie als ChristenUnie, dan leggen wij ons daar gewoon bij neer. Want nou ja, dat is nu eenmaal zo. Ja, het is vooral een persoonlijk verhaal. Want ik refereer bijvoorbeeld aan de tijd dat ik vond ik nogal wat.
Nou, dat is niet zo heel spannend, omdat de eerste drie eeuwen van de christenheid, dat was helemaal geen zondagsrust. Dus die christenen die werkten op zondag en die gingen s'avonds naar de kerk of 's ochtends heel vroeg. Ik heb 7 jaar in Egypte gezeten en mijn kinderen gingen op zondag naar school. Dus de werkweek was daar van zondag tot met donderdag. Ja, maar het is altijd een heel belangrijk punt geweest. Zeker, zondag, zeker is het een belangrijk punt. Omdat ik ook heb gezien dat als je het niet hebt, hoe vervelend dat is. Als je in een 24-uurs economie leeft, het altijd doordendert. Dat het iets met je doet, dat het iets met een samenleving doet. Dus ik gun mensen inderdaad een rustdag. Ik gun mezelf een rustdag, maar vooral ook een samenleving. Ja. En het is dus maar het is heilzaam. Geen breekpunt voor u. Nou, het is heel heilzaam om die rustdag te hebben, dus ik knok ervoor. Alleen christenen kunnen zich aan elke denkbare culturele situatie kunnen zich aanpassen. Ook aan een cultuur zonder zondagsrust. Oké, ja. Nou, we zijn al aanbeland op... we wilden 3 thema's vanavond behandelen, dat wilde ik nog even zeggen. Dat is rechtsstaat en democratie, waaronder dus de minderhedendiscussie, minderheid, meerderheid. Medische ethiek straks en internationale politiek, daar besluiten we mee. Even over de democratie. Er was dus een minister, die was ongeveer een jaar minister, die moest 3 keer naar de Kamer om zijn excuses aan te bieden over een uitgeleide. Het waren 15 maanden hoor. Die hij maakte. En over welke bewindspersoon wilde ik vragen, heb ik het? En het is niet Art van der Scheur. Nee, dat ben ik. Ja. En waarom wil de begenadigd spreker, parlementariër, Scherp du Beter, Alexander Pechtold, dan weer minister worden? Waar heb ik dat gezegd? Dat heb je toch ergens gezegd? Nee. Ik spreek met een oud-journalist. Goed luisteren. Ik heb gezegd dat D66 weer in een coalitie moet. Ik heb er nooit bij gezegd wat mijn eigen positie zou zijn. Sterker nog, ik hou in het midden. Of ik misschien niet in de Kamer blijf. Zeker als er een 4-5 partijen coalitie nodig is. Dan denk ik dat het werk van de fractievoorzitters, misschien wel 2 keer per week, politieker is dan wat er in de drijvenzaal dient te gebeuren. En... Nou, na 10 jaar ken ik mijn kwaliteiten. Ik denk dat werk mij ligt. En dat ik zou het prima vinden om nog een keer minister te zijn. Ik heb het hartstikke leuk gevonden. Ik heb ook dingen gedaan waarvan ik denk, nou ja, heeft in Nederland misschien niet veel indruk gemaakt, maar de hele hervorming die we op de Antillen hebben doorgevoerd in korte tijd, dat was echt een stevige klus. Dus het is niet zo dat je per se minister wil worden en anders ga je de Kamer uit? Nee, misschien juist omdat ik het zo'n 15 maanden geweest ben, vind ik het... Leuk om die belevenis van toen. Het was idioot. Ik werd er als burgemeestertje uit Wageningen zo ingegooid. En inderdaad, ik ging niet zo conformistisch in het keurslijf van meneer Balkenende zitten. Maar daar heb ik veel van geleerd. En ik zou het graag nog een keer doen, maar misschien blijf ik in die Kamer. En welke post dan? Onderwijs en wetenschappen? Nee, daar ben ik nog helemaal niet mee bezig. Als man van de onderwijspartij? Oh, dat zou kunnen. We hebben vandaag een goede lijst mensen gepresenteerd. Mijn vader zei altijd, een goede leider zoekt mensen om zich heen die misschien zelfs iets beter zijn dan hij zelf. Dus er staan genoeg mensen waarvan ik denk, nou, als ik moet gaan kiezen, dan zijn er anderen beter. Maar de premierschap was een grapje natuurlijk. Nee, dat was bloedserieus. Ja, natuurlijk. Iedere partij die meedoet... Die vind ik moet het lef hebben omdat als je ook denkt dat je eraan toe bent om dat te gaan doen. Wie dacht dat Balkenende ooit premier zou worden? Dat was een soort pensioenwoordvoerder uit de fractie. Wie dacht dat Rutte, dat de liberalen... Dat werden de grote partijen natuurlijk. Hè? De grootste nou, D66 is al 4 jaar de grootste progressieve partij in Nederland. D66 is al 4 jaar de grootste progressieve partij van Nederland. Dan ben ik even door stomheid geslagen, ja. Wij hadden de meeste stemmen van alle partijen bij de Europese verkiezingen. We zijn de grootste hier in Amsterdam, maar ook in Den Haag, ook in Enschede, ook in Groningen, ook in Den Bosch. En heel veel plaatsen, ook waar geen studenten worden, zoals Gouda, Schiedam en ga zo maar door. Je kent ze allemaal, hè? Ja, zijn er ook heel veel. Ja. Maar dat betekent de premierschap van het linkse kabinet dan? En we zijn in de Senaat, zijn we de VVD, is de grootste, CDA is de tweede en wij zijn de derde partij. Nee, dan vergeten mensen wel eens. Maar... Van een progressieve coalitie dus, de premier. Nou, sowieso zou ik graag een progressieve coalitie willen hebben. Want ik denk dat wat Jesse Klaver zegt, dat is terecht. Ja, Jesse Klaver vertelt vooral een oud-links verhaal. Alleen, hij stroopt er zijn mouwen bij op. Dat geeft het een heel modern beeld. Ja.
Maar dat is dus ook de wens van D66 wel. Nee, ik zou een progressief, maar vergeet niet dat progressief voor mij niet betekent oud-links. Want we hebben natuurlijk die vrijages op tv gezien. Ik werd er ook even bij uitgenodigd. Ik had de heren overigens nog nooit langs gehad voor een kop koffie. Daarna ook nooit wat van ze gehoord. Mm-hmm. En bij mij was er wel een soort verzuchting. Als dat samenwerking op links is, dan ben ik heel benieuwd hoe ruzie op links eruit ziet. Want het was van een gedoe waarvan ik dacht, nou ja, iedereen was aan het verwijten wie het vorige relatie had uitgemaakt. Nee, D66 staat voor progressieve politiek. En dat is politiek die bereid is om dingen te veranderen als je ziet dat mensen of vastzitten in vangnetten of niet vooruitkomen. En dat kan op tal van gebieden zijn, maar dat is niet per se, zoals ik nu wel weer uit die hoek hoor, dat oud-linkse denken. Nee, ik denk dat we voor de komende jaren nog een kabinet op links, nog een kabinet op rechts nodig hebben. Maar dat we vanuit het progressieve midden met een 3, 4, 5 partijen zullen moeten samenwerken. Hoort de ChristenUnie erbij? Zou kunnen. Maar wenselijk? Ja, soms is het. Ik loop nu 10 jaar in Den Haag mee en soms hangt het op 1 zetel af. Ik zei wel eens tijdens de C3-periode, mensen zullen zich dat niet herinneren, maar ooit heeft 1 Noord-Hollands D66-statenlid verkeerd gestemd, waardoor D66 1 zetel minder had in de Eerste Kamer. Als dat Noord-Hollandse statenlid goed had gestemd, namelijk met rood in plaats van met blauw, hadden we de hele SGP de afgelopen jaren niet nodig gehad. Er zijn mensen die daar hogere machten in ontdekken. Ja. Nee. Dit is geen toeval, zou je denken, toch? Ja. Die zal ik je aanhouden wanneer het een keer de andere kant op gaat. Dan is dat een lesje die wij moeten leren. Dan zal ik ook direct zeggen dat het een straf is. Ja. Nee, dan buig ik het deemoedig het hoofd. Je hebt zelf al gezegd van ik blijf in de Kamer, hè, de komende periode, want daar ben ik als wij de raad tot hogere verantwoordelijkheid geroepen worden ten aanzien van de coalitie, ja. Oké, laten we even kijken naar een ander onderwerp op dit gebied. Laten we gewoon maar even want jullie hebben nu een beetje tegenstellingen laten zien. Er komt een initiatiefwet van jullie beiden. Ja. Het is geen wet. Het is geen wet. Nee, je doelt op kerkelijk erfgoed. Ja. Nou ja, goed, een initiatief van jullie beiden in ieder geval. Hoe is dat tot stand gekomen? Want het is wel heel opmerkelijk. Leg eerst misschien even de zaal uit wat het precies is. Oude kerkgebouwen behouden. Ja, we stonden net achterin en toen zei ik tegen Alexander van, nou ja, over kerkelijk erfgoed gesproken, dat is dit. Hè? Dus dit was ooit een schuilkerk. En dat is op een prachtige manier is dat herbestemd. Hè? Dus we hebben nou nog een orgel en een preekstoel. Maar dat wordt voor de linkse kerk wordt het nu gebruikt. En dat is een hele mooie herbestemming. Dat is ook een kerk, hè? Dat is ook een kerk, zeker. Ja. Zeker, ja. En we hebben prachtig erfgoed op allerlei plekken. En ons pleidooi was, kijk er nou goed naar wat je kunt behouden, wat je moet behouden. Waar we niet alleen gemeentelijke afwegingen moeten maken, maar ook provinciaal en landelijk. Nou, vorige week hebben wij een ronde tafelgesprek, een hoorzitting hebben we samen georganiseerd. En er waren veel harteswaardige punten. En dat gaat nu richting cultuurbegroting. Nou, dat was iets wat een paar keer, ik had iets van Beeldersom gezegd en er was iets van Calimero teruggekomen. Dus toch een beetje van dat gekift, van die fitty. Toen had toch gezegd van, met een serieus ondertoon. Hadden we toch gezegd van, laten we ook eens een keer ergens voor inzetten waar we het wel over eens zijn. En wat misschien een verrassende combinatie is. En dat was dit onderwerp. En daar zit wel een serieuze ondertoon in. Even nog een linkje met de als we even kijken naar de verkiezingen in de Verenigde Staten. Als je nu ziet dat er daar 2 partijen zijn, 2 kandidaten die elkaar naar het leven staan, die elkaar bij de strot pakken en maar 1 doel hebben. En dat is, die ander mag niet winnen en die andere partij moet eigenlijk stuk. Mm-hmm. Dan tel ik mijn zegeningen dat we in een land leven van allemaal minderheden, evenredige vertegenwoordiging waar alle partijen, je kunt een tijdje ruzie hebben, je kunt eens een keer wat lelijks tegen elkaar zeggen, maar dan toch weer om de tafel komen en samen verder gaan. Dat levert een beter land op, een betere samenleving dan wat we nu in de Verenigde Staten zien. Dus dat is een heel groot verhaal bij een heel bescheiden klein beetje cynisch voorstel. Zou je kunnen zeggen van D66 met je levende godsdiensten een beetje jennen en oude lege kerkgebouwen in stand houden. Ja. Dat is een beetje. Nee, zo was het niet. Kijk, het komt natuurlijk ook, bij mij in de fractie kijken ze dan ook van wat heb je nu weer bedacht? Dan zeg ik, nou je weet, ik ben kunsthistoricus en ik vind kerkgebouwen maken nou eenmaal een onlosmakelijk onderdeel uit van gemeentes, van wijken, van er was wel leven. Verbazing in de fractie dus. Nou ja, dan vaak als het over cultuur of dat soort dingen gaat, dan denken ze, daar heb je hem weer met Sobi. Nou,
Ik vind het belangrijk dat we daar aandacht voor hebben, überhaupt monumentenzorg. En ik heb zelf in een bestuur gezeten van de Pieterskerk in Leiden. Een gebouw wat al jaren niet meer als kerk wordt gebruikt, maar wel in stand moet worden gehouden. Nou, ik was daar een tijd lang voorzitter van. Ik weet hoe moeilijk het is. Want je gaat van de Boktor naar de dit en de dat. En dan elke keer is er wat. Er gaan miljoenen in zitten. Je ziet het nu bij de Eusebiuskerk in Arnhem, die al veel te lang in de steiger staat, omdat provincie, gemeente, ja, Rijk, iedereen kijkt naar elkaar. En dan denk ik, nou ja jongens, we hebben de afgelopen jaren een enorme inhaalslag gemaakt. Als je kijkt naar het straatbeeld, verpaupering is flink aangepakt. Maar het onderhoud van dit soort gebouwen is nou eenmaal duur. En als je het goed bijhoudt, is het eigenlijk in de toekomst goedkoper dan als je elke keer zo'n enorme achterstallige klap moet maken. Nou, dat trof voor elkaar in. Ja, maar bij de presentatie zei je van, nou, dit is een opmaat naar nog mooiere dingen die wij samen gaan doen. Ja. Nou ja, wat is er verder nog nou ja, niet met ChristenUnie, maar bijvoorbeeld met SGP hebben wij nu een wet, dat is wel een wetsvoorstel, om de onderwijsinspectie een beetje terug te dringen. Paul van Menen en Roelof Bisschop van de SGP, dus Paul van Menen van ons, komen allebei uit het onderwijs voort. Hebben daar allebei decennia in gewerkt, hebben zich allebei jarenlang geërgerd over die steeds maar uitdijende macht van de onderwijsinspectie. Ja, waarom zou je niet kunnen samenwerken om de onderwijsinspectie weer eens eventjes een keer op een plek te zetten, waardoor de docent weer zijn beroep terugkrijgt? Maar we hebben het nu even over jullie. Nee, ja, wat? Er zou meer. Nou, luister eens, we hebben 3 jaar lang samengewerkt. We hebben echt 3 jaar lang. Ik denk dat Rutte met zijn hele kabinet nou nog net het eerste jaar had gehaald. Maar het woonakkoord, het herfstakkoord, het zorgakkoord, het, nou ja, hoe heet het allemaal? Het was ieder half pensioenakkoord. Mm-hmm. Ieder half jaar moesten we weer in de bres. En dat hebben we, vind ik, op een integere wijze gedaan. Want we hebben vanuit onze eigen ideeën hebben we elke keer kabinetsbeleid bijgestuurd. Ik denk dat daardoor ook de scherpe randjes ervan af zijn gehaald. We konden eigen wensen indienen, D66 onderwijs. Maar hier en daar was het ook echt ondoordacht. De thuishulp wilden ze met 50% verminderen. Nou, daar waren we het vrij snel over eens. Daar zetten we gewoon het. Maar dan is het dus allemaal over de financiën. Dan kunnen jullie elkaar vinden. Ja, maar daarmee is er wel een stap gezet. Want je refereerde dat je wel eens fanmail krijgt. Ja. Vanuit Christelijk Hoek. En, oh? Nou ja, dat enigszins ironisch. En dat herken ik wel. Dat als D66 en de naam van Alexander Pechtold valt in Christelijk Kring, dan is dat niet altijd dat tot heel veel enthousiasme leidt. Wat je daarmee laat zien is, maar wij kunnen samenwerken. Wij kunnen. Ook als het inderdaad om een begroting gaat, hè, want het is een hele begroting die we mede hebben gedragen. Het herfstakkoord. Kunnen we echt om de tafel zitten en tot hele belangrijke beslissingen komen. En dat nog een keer, ik bedoel, het is misschien een beetje pathetisch, maar kijkend naar de polarisatie in ons eigen land, kijkend naar de politieke polarisatie in de Verenigde Staten, dan is dat heel bijzonder. Dat je met alle tegenstellingen die er zijn en blijven, want af en toe botst het ook echt. We gaan nog spreken over voltooid leven, denk ik, maar dat is. Nou ja, dan staat het echt haaks op elkaar. En als je dan toch zegt, en toch kunnen wij om de tafel zitten en besluiten nemen over dingen waar we het wel over eens zijn, dan is dat een overwinning van een democratische beschaving. In je boek schrijf je ook, ik wil tegenwoordig ook het liefst met seculiere partijen bondjes sluiten. Anders word ik allemaal op één hoop gegooid met de SGP. Dus er zit ook iets tactisch-strategisch achter. Nou, ik spreek daarover in het woord veel over prostitutie. Daarvan wist ik, als wij op dat punt in de strijd tegen mensenhandel, want daar gaat het mij om, strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie. Als ik daar winst wil boeken, als ik dan met een voorstel kom wat gedragen wordt door CDA en SGP, dan is onmiddellijk het frame, jongens, dit is christelijk moralisme en nou ja, dan ben je heel snel uitgepraat. Dus mijn zoeken was daar van waar kan ik bij seculiere partijen, waar kan ik de aansluiting vinden? En dat lukte bij SP en PvdA. En dat was strategisch, inhoudelijk waren we het gewoon eens. Mm-hmm. Maar dat was wel een belangrijke doorbraak om op een belangrijk ethisch terrein het front te kunnen verbreden. En om niet daar een confessioneel, seculiere tegenstelling van te maken. Maar echt een tegenstelling over mensenrechten, over hoe je die hoog houdt, hoe je vrouwen opnieuw vrijheid geeft. Nou ja, en dan herken ik me inderdaad in iemand als Lodewijk Asscher, die dat hier in Amsterdam heeft opgepakt. Mm-hmm. SP kwam dus langs zij. Ja, dat was wel. Anders is hier dat christelijke moralisme en zo. Ja, dus dat frame zou heel makkelijk hebben kunnen ontstaan. En ik wilde ook echt inhoudelijk laten zien.
dit komt niet voort uit een bepaalde seksuele moraal. Namelijk, alsof ik zou willen dat de overheid een seksuele moraal afdwingt. Want dat zou ik niet willen. Dit is een strijd voor mensenrechten, tegen dwang, tegen uitbuiting. Ja, en dan moet je het ook kunnen verbreden. En dan is het niet... Als je dat duidelijk wil maken, dan moet je niet met SGP en CPA in zee. Wat zou Hans Vermierlo ervan vinden? Van de ooit de Rebellenclub D66 opgericht. Dat hij met de nazaten van klein rechts, dat jullie daar zaken mee doen. Dat had hij denk ik ook nooit gedacht. Ja, in die beelden, maar daarom geef ik ook aan. We maken allemaal wel een enige verandering door. Ik schets net het beeld hoe de SGP vroeger omging met zendtijd en dingen. Maar wie is het meest veranderd, D66 of de andere partijen? Ik denk dat er ook een verkeerd beeld bestaat over D66'ers. Bij D66 zijn heel veel mensen die uit een geloof voortkomen, of dat nog steeds beleiden. Alleen dat, als het gaat om politiek, vrij strak scheiden. Dus dat is wel eens een beeld over D66'ers wat ik helemaal niet herken. Mm-hmm. Pia Dijkstra heeft theologie gestudeerd. Ik kan daar nog steeds bevlogen over praten. En zo hebben we er meer in de fractie uit alle... Ik zei het zelf, ik ben katholiek gedoopt, ik ben doopsgezind getrouwd en ik sta geregeld de vrijheid van de islam bij de interruptiemicrofoon te verdedigen. Ja, terwijl ik er zelf met geen van drieën wat heb. Nu nog de preek van de leek, hè? Ja. Zoals Mark Rutte heeft gedaan, afgelopen zondag. Ik heb het idee dat hij... Wat vond je ervan? Ja, ik vind het prima als hij doet, maar ik vond het een beetje van alle walletjes wat. Ja? Ja, zo'n verhaal van... Verkiezingsstunt? Nee, maar om dan zo'n verhaal te zeggen, voor 51% heb ik wel het idee dat er iets is en de 49% niet. Dan denk ik, nou, dat is ook wel je geld heel voorzichtig inzetten. In de hoop dat de nul niet valt. Was je er blij mee, Gert-Jan, dat de premier toch een beetje in hetzelfde kamp terechtkomt? Hè? Nou, Alexander, die heeft het nu over een scheiding, had hij net al eerder, had hij het over de scheiding tussen kerk en staat. Ik aanvaard, sterker, ik verdedig de scheiding tussen kerk en staat, maar niet tussen geloof en politiek. Dat is onlosmakelijk verbonden. Politiek heeft met je diepste overtuiging te maken, komt altijd voort uit een mensvisie, een samenlevingsvisie, een visie op de waarheid. En dan vind ik het heel mooi dat een premier iets van zijn hart laat zien, ook als dat verdeeld is, ook als dat... Als geloof en ongeloof om de voorrang strijden. Eerlijk gezegd geldt dat ook voor mij. Niet in die percentage 51 en 49. Bij mij zijn de percentages iets anders. Een gelovige heeft, dat verschilt. Dat, soms is die twijfel heel klein en soms is die heel groot. Geloof is een onrustig ding. Een gelovige heeft altijd een mate van twijfel. En dat is onlosmakelijk verbonden met geloof. Merk je ook in dat Rutte iets met geloof heeft in de praktische politiek? Of is dit echt iets dat... Alexander zegt nee. Nee, ja, maar kijk, ik vind het... Ik zal nooit de integriteit... Maar het is natuurlijk wel een sluwe vos, die Rutte. Ik bedoel, de week daarvoor was duidelijk dat er nauwelijks meer overloop tussen de PVV-stemmers en de VVD zit, maar nog wel bij het CDA en VVD. Nou, dan houdt dus hij zo'n vrede. Verkiezingsstunt. Nou, verkiezingsstunt. Hij weet waar hij ze moet halen. Ik denk dat Buma een slechte zondag had. Voor mij was het prima, want ik denk, ga maar... Kunnen we het zo zien? Ja? Nou, die moeten nu een stevige preek tegenaan gooien, Buma, denk ik. Ja. Nee, maar normaal, je kunt er cynisch over zijn, maar ik vind het mooi als mensen wel over hun diepste motieven spreken. En dat heeft hij gedaan. En hoe vaker ze het over God hebben, des te beter. Ja. Nou, de naam is al gevallen. Pia Dijkstra van D66. Laten we gaan naar medische ethiek even. Orgaandonatie, ja, dat is natuurlijk een onderwerp waarvan... Ja, de christelijke partijen hadden altijd de naam van betuttelend te zijn achter de voordeur. Maar ik kan me voorstellen dat nu mensen zeggen van D66, wat zijn jullie betuttelend? Jullie gaan zelfs het huis binnen en nemen iemand lichaam in bezit. Onzin. Het gaat nog steeds om zelfbeschikking. Die zelfbeschikking heb je. Die krijg je in dit wetsvoorstel op het moment dat je 18 bent. Je krijgt hem iets van 5 keer aangeboden. Je kan hem ieder moment... iedere dag kan je het veranderen als je dat wil. Ik vind dat we een verkeerd romantisch beeld hebben over dat in het huidige orgaansysteem, waar dan wordt gezegd, ja, maar nu gaan je nabestaanden erover. Ik vind dat een raar idee, want dat is in ieder geval geen zelfbeschikking. En wie zijn je nabestaanden tegenwoordig? Is dat de tweede vrouw van papa? Is het de zus die niet in Australië, maar toevallig in de buurt van het ziekenhuis woont, als je daar ligt? Je maakt, als je artsen spreekt, je maakt drama's mee aan de rand van een bed. Ik heb laatst nog van iemand gehoord die zei, nou ja, volgens mij
had moeder geen wens om organen af te staan. Dus nou, arts was teleurgesteld. Nou ja, 3 weken later bij het opruimen van het huis lag er een donorcodiciel. Ja, inmiddels was alles verbrand. Dus wij hebben nu een wetsvoorstel na 12 jaar. Hè? 12 jaar geleden was dit een onderdeel van ideeën om orgaandonatie, om dat te bespoedigen. Vergeet niet, 150 mensen per jaar overlijden door een tekort aan organen. En wij hebben gezegd, dan vinden we dat dat stukje overheid best aan jou mag vragen om een keus te maken. Het blijft toch zo dat nabestaanden het laatste woord hebben? Nabestaanden kunnen nog steeds, als echt nabestaanden zeggen, dit is onzin, dit had niet gemogen, wat dan ook, dan zal een arts, dat is nu ook, het blijft maatwerk. Het is niet een, geen enkele arts gaat met een soort schraplijstje staan. Maar hij zal wel met dit wetsvoorstel in de hand, zal de arts kunnen zeggen, nou, we hebben hier een registratie die in ieder geval geen bezwaar had tegen gebruik maken. We hebben het heel hard nodig. En ja, kijk, als nabestaanden dan nog steeds moord en brand schreeuwen, dan zal die waarschijnlijk vanwille de rust zal die het niet doen. Maar hij staat wel steviger in het uitvoeren van de wens van de overledene. Ja, maar volgens mij hebben ze nog steeds het bezwaar wat je inbrengt, hebben ze nog steeds. Namelijk, het laatste woord is aan nabestaanden. Nee, niet meer zoals het nu is. Want nu, en dat hoor je als je met artsen spreekt, is het bijna, nou ja, als er ook maar gedoe is onder de nabestaanden, dan zet men de procedure niet voort. En dat is vervelend, want bedenk wel, we doen allemaal alsof iedereen die geregistreerd is donor wordt. 1 op de 10.000 staat uiteindelijk iets van een orgaan af. Dus je hebt 10.000 geregistreerden nodig om 1 orgaan te krijgen. Maar de wet lijkt, hij is nog niet aangenomen in de Eerste Kamer, lijkt wel averechts te werken. De registratie is enorm afgenomen. 80% zegt geloof ik van, ik wil het toch niet. Nee, dat valt reuze mee. Er zijn een paar mensen die zich dan, ik zag Halbe Zijlstra, die zich helemaal, nou ja, die heeft de laatste keer wel een paar keer meer een faux pas gemaakt met de moord op Sinterklaas. Maar die was hier heel boos over. Maar ook ChristenUnie is natuurlijk eigenlijk, was 8 jaar geleden nog hartstikke voor. Toen was het voorstel van de SP en toen was de ChristenUnie voor. Ik vind het jammer dat na 8 jaar de ChristenUnie nu tegen is. Wat is er gebeurd in die tijd? Terwijl als je praat ook met moslims, want ik heb me daarin verdiept, om ook de mannen van Denk zover te krijgen. Zelfs bij de islam is het ter beschikking stellen van organen geen belemmering voor het leven na de dood. Bij de SGP wel, maar bij de ChristenUnie niet. Was dat niet. Er was toenmalige woordvoerder Tineke Huizinga heeft gesproken met de SP. En nou ja, er waren na toen gesprekken van zouden we uit een ander vaartje moeten tappen. De consistente lijn is, de voortgaande lijn is dat de combinatie tussen beschikking over je lichaam en de rol van de overheid, dat een hele precaire is. Dus een overheid die zegt, uw lichaam kunnen wij opeisen tenzij u aangeeft dat u dat niet wil. Ja, dat gaat echt heel ver. Als je een paar keer, laten we eventjes een beetje een stevige wandlijn erin gooien. Als je een paar keer je post niet openmaakt, dan is je lichaam van de overheid. Ja. Onzin. Dat gaat echt heel ver. Dus je moet daar buitengewoon terughoudend in zijn. En je kunt alleen maar tot dat ultieme middel overgaan als je eerst alles hebt gedaan wat je kon om mensen aan te moedigen om donor te worden. Hoe kun je dat doen? Elk contact met de overheid, elke keer als je er bent, elke keer als je iets nodig hebt, schuif het mensen onder de neus. U moet het invullen. U bent nog niet geregistreerd. En dat wordt niet gedaan. Dat is nog niet gedaan. We hebben nog niet de middelen uitgeput. Er zijn toch heel wat campagnes. Als jij een paspoort aanvraagt en jij komt bij het loket, dan zou je onmiddellijk moeten zeggen, by the way. Er zit een enorme, en dat heeft natuurlijk alles met het denken over de dood en daarna te maken, een soort vooruitschuiven van die gedachte van, nou, dat doe ik nog wel een keer, terwijl men het wel wil. Men wil er zelf ook graag gebruik van maken. Hè? Want als men zelf een orgaan nodig heeft, dan zegt men ja, graag. En ik vind dat, en de beelden die er nu worden over geschetst, dan zou, als je 2 keer de post niet openmaakt, er zit echt zo'n zorgvuldige procedure achter. Terwijl ik juist de procedure van de paspoortbalie een onzorgvuldige vind. Daar zit een medewerker schaal 6, 7. En als iemand dan vraagt, ik ben suikerpatiënt, u geeft me nu dit, maar hoe moet ik daarmee omgaan? Ja, dan kan je moeilijk daaraan dat, waar iedereen op zijn paspoort staat te wachten, een beetje voorlichting gaan geven over orgaandonatie. Dus we mogen, dat ben ik met Segers eens, veel meer van ons medemensen verwachten. Maar waar we nu al jaren bezig zijn om het aantal donoren omhoog te krijgen, waar er 1500 mensen
ieder jaar op de wachtlijst staan en 10% daarvan doodgaat omdat er nou eenmaal een tekort is. Ik heb het wel eens vergeleken met als wij morgen een papiertje in het dashboardkastje van een auto zouden kunnen leggen wat 150 verkeersdoden per jaar tegenhoudt, dan zeggen we allemaal zo'n papiertje moet in het dashboardkastje. En nu zeggen we zo'n papiertje moet je invullen. 150 doden. Jullie worden niet eens. Nee, ik het niet. Nou ja, aangezien men in 2008 wel een beetje bereid was, zie ik nog steeds wel de ruimte om gewoon te blijven nadenken. Ja, blijf hopen. Het was een vrije kwestie bij ons, dus ik heb expliciet in de fractie gegeven van dit is echt zo'n onderwerp waar je zegt van nou, juist ook omdat in het verleden, nou, Tineke Huizinga leek daar wel andere gedachten over te hebben. Dit is echt een onderwerp wat je gewoon in alle vrijheid in de fractie moet leggen en zegt van joh, maak je keuze. Maar ik begreep dat dat bij het CDA ook zo was. En dat toch de hele fractie zegt, ja, nee, maar wij die relatie tussen overheid en je lichaam, dat is wel een hele precaire. En dan moet je eerst alle middelen hebben uitgeput voordat je tot zoiets radicaals wat moeten we nog meer doen? Wat is alle middelen uitgeput? Nou ja, Je deed enigszins denigrerend over iemand die dan een vraag over een foldertje heeft. Zet daar een linkje naar een website, zet een telefoonnummer neer die mensen kunnen bellen. Elk contact met de overheid is een aanleiding om te zeggen, u staat nog niet geregistreerd. Neem die stap nou, vul het in. Maar ze doen het niet en dat heeft ermee te maken. Nee, we geven die folder niet. Die folders liggen overal, ze liggen bij de huisarts, ze liggen in de eerste lijn zorg, ze liggen overal. Ik begrijp het, het heeft het maken en dat is een ongemakkelijk iets met het denken over je eindigheid en over de dood. Dat voor je uitschrijven is nou eenmaal iets, ik merk dat zelf ook, heb ik al mijn testament en mijn euthanasieverklaring allemaal op orde. Nou, ik denk ook wel eens, ach, ik ben 50, dat kan nog wel even. Van de andere kant denk ik, nou, ik wil het toch ook wel eens met die huisarts gaan bespreken of die open staat voor euthanasie. Want als die dat niet is, dan wil ik naar een andere huisarts. Maar er is geen christelijk principe wat dat in de weg staat. Er zijn ook mensen in onze achterban geweest die hebben gezegd van nou, hier had je toch wel in mee kunnen gaan. Ja. Dus nee, er was een theoloog hier aan de VU die daar zeer verbaal in was. En dat is een interessante. Mag ik je eens een gewetensvraag stellen? Want jij zegt nu dat jouw fractie vrij was. Ja. Dat zeggen ze me bij het CDA ook elke keer. Bij de SGP geloof ik het wel. Die hadden er echt geen zin in. Maar ik had ergens het idee dat waar het zo verdeeld lag, dat CDA en ChristenUnie, die elkaar wel eens vaker electoraal in de gaten houden, allebei maar pas op de plaats hebben gemaakt. En ik zou het richting de stemming in de Eerste Kamer heel, heel prettig vinden, dat als jullie allebei bewegen, en CDA en ChristenUnie, is het electoraal geen punt meer waar je elkaar op kan bestrijden. En hebben we iets wat volgens mij in beide achterbannen best genuanceerd ligt, mogelijk gemaakt. Ja, maar dat is toch echt een te cynische benadering van hoe het in onze fractie aan toe gaat en hoe het tussen CDA en ChristenUnie aan toe gaat. Alsof je op dit punt elkaar zo in de gaten houdt. Nou. Ik heb in de fractie gezegd, jongens, dit is, en dat hebben we vaker, dit is zo'n principiële kwestie. Zouden we verschillend over kunnen denken. En daar waar je normaal gesproken geneigd bent om te zeggen, jongens, we moeten net zo lang praten tot we het echt met elkaar eens zijn. Hier zouden de wegen eventueel maar uiteen kunnen gaan. Betekent dat ook van in de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie? Uiteraard, is ook uiteraard. Als je dat onderling met z'n vijven, als je tegen elkaar zegt, wees vooral in je eigen geweten verzekerd en gerust. Ja, dan geldt dat uiteraard ook van de Eerste Kamerfractie. Dus als er een lobby van D66 richting het staat ze collega's vrij om met onze senatoren te dus dan kan het nog wel eens verrassend aflopen. Ik weet het niet. Ik heb dit nog niet met de senatoren besproken. Nee, maar goed, dat zou, het is dus, het is niet dichtgetimmerd. Nou, dat is weer een mooie winst van deze avond. Ik noteer hem. Oké. Voltooid leven. Dat is natuurlijk aan de ene kant uitgekoud, maar aan de andere kant is het toch iets wat ons allemaal verrast heeft met het kabinet. Ja. Toen je het hoorde, wat dacht je toen? Een uitgeregeerd kabinet die plotseling met zo'n onderwerp komt. Ja, het schokte me, oprecht. Wij hebben toen de volgende avond hebben wij samen bij Nieuwsuur gezeten en een eerste debat gevoerd. En ik heb er gezegd, dat was. Ik vind het een heel beklemmend onderwerp, omdat het zo over leven en dood gaat, zo over hoe laten we mensen oud worden. Het gaat inderdaad ook over zelfbeschikking, waar mensen over mogen beslissen. Maar dat dit mogelijk dreigt te worden, ik vond het beklemmend. Mm-hmm. Dus het greep me aan. Je hebt onderwerpen dat je in grijs tinten spreekt en ontje meer, ontje minder. En onderwerpen waar je elkaar in vrij laat binnen fractie. Dit is van andere orde. Maar het was ook nog helemaal niet een volwaardig plan eigenlijk. Hè? Ze wisten heel veel. Het kabinet weet nog helemaal niet wat ze met bepaalde aspecten aan moeten. Nee, en er komen grensgevallen aan. Bijvoorbeeld ga je een leeftijdsgrens hanteren.
Onduidelijk. Ga je die rol van die stervensbegeleider... Wie is dat? Ja. Wie is dat? En dat wordt ook een hulpverlener, wordt dat. En opeens komt hij in een situatie dat hij moet zeggen van... Nou ja, u mag wel sterven. We gaan u helpen. Ja, en het interessante is... dat we een breed samengestelde commissie hebben gevraagd. Ga ja. nou eens hier naar kijken. Notabene onder leiding van een D66'er. Een prominent Eerste Kamerlid die zegt... Als je hier induikt, je komt bij dilemma's. En dat is volgens mij vorige week is dat herhaald door iemand van de Levenseindekliniek in de Volkskrant. Die zegt, je stuit op dilemma's die onoplosbaar zijn. Er is hier op dit vlak een ongemak wat vooral een ongemak moet blijven. Hier kunnen we niet tot wetgeving komen. Ja. Was je ook verrast? Nou, ik was niet helemaal verrast. Want Pia Dijkstra is heel ver met een wet die dit mogelijk moet maken. En ik wist dat het kabinet... zag dat D66 nu al met actieve donorregistratie bezig was. En ik had het gevoel dat ze voor de verkiezingen ook wilden laten zien, met name Edith Schippers. En dat valt op de prijzen dat ze zelf ook het initiatief aannemen. Ik denk dat het uiteindelijk verstandig is dat het niet vanuit het kabinet komt, zo'n wet, maar dat die vanuit de Kamer komt. Dat maakt ook richting een volgende coalitie het mogelijk om te zeggen, nou, daar kan iedere Kamerlid vrij naar oordelen, maar het is niet iets wat... Is dat een verschil echt? Natuurlijk, want als je erover moet onderhandelen, kom je er niet uit. Dat zal tussen ons in ieder geval een punt zijn waar we denk ik heel lang kunnen praten, maar dat we allebei aan ons wegen. Het is een breekpunt zelfs, hè? Push hem nou niet. Hij formuleert het heel voorzichtig en dat wil ik graag zo houden. Ja, dat begrijp ik heel goed, maar laat ik heel helder zijn. Nee, dit is niet het onderwerp om hier heel grappig over te doen. Daarom hou ik het ook bloedserieus. Ja, zeker. Er zijn heel veel onderwerpen waar je compromissen over kunt sluiten. En ik heb net al een lofrede op onze evenredige vertegenwoordiging en coalitieregering en al die kleine stapjes. Je kunt over heel veel onderwerpen kun je compromissen sluiten. Hier kom je bij iets heel wezenlijks. Wat ik zei al, beklemmend. En dat ik heb gezegd, ik kan me niet voorstellen dat ik op de een of andere manier directe of indirecte verantwoordelijkheid voor zo'n volgende stap. Maar dat is nou net de zorgvuldige formulering die ik graag hoor. Want dat maakt het namelijk mogelijk. Ik zal nooit aan de ChristenUnie vragen om daar, hoeveel handen het ook zijn, kunnen je vele kamerzetels, om die op te steken. Het enige wat ik vraag is, geef de partijen die dit initiatief vanuit de Kamer willen nemen de mogelijkheid om het in te dienen. En dat betekent dat een kabinet een neutrale positie inneemt. Zitten jullie en wij daar samen in, zou kunnen. Dan is het kabinet zonder oordeel en stemt de Kamer over de wet door de Kamer ingediend. Dus vind ik voor dit soort thema's een hele zuivere manier. Je blokkeert elkaar niet. Je laat geen meer en minderheden elkaar dingen afdwingen. Maar ja, het ligt natuurlijk gevoelig. Ik zag een voorzichtig knikje. Het ligt gevoelig, want zoals Gert-Jan Segers zegt dat hij ervan geschrokken was. Ik vind het een vorm... Mm-hmm. Maar euthanasie is er ook een keer zo begonnen. Ik vind het een vorm van ultieme beschaving. Ja. En dan kan je zien dat je heel ver van elkaar afstaat. Voor mij is dit... Ik heb de euthanasie van mijn vader meegemaakt. Ik weet hoe mijn moeder daarmee bezig was. Ik heb gezien hoe ze dat samen hebben gedaan. En ik vond het een ultieme daad van liefde... waar mijn moeder richting mijn vader dat in de laatste week heeft gefaciliteerd. En ik zou willen dat in diezelfde zorgvuldigheid met een wet... die waarmee we de oude euthanasiewet niet moeten verwarren, want dat is er een die over het ziek zijn gaat, dit gaat over het voltooid leven. Terwijl Snabel zegt, je zou eigenlijk onder de huidige euthanasiewet al heel veel kunnen vangen van wat je nu mogelijk wil maken. Het is eigenlijk een oplossing voor een niet bestaand probleem. Nou jawel, wel omdat het door diezelfde ongemak bij hulpverleners, bij artsen, vaak nog het gevoel oplevert, kan het wel. En we hebben nu helaas vaak rechtszaken in het verleden nodig gehad om de nieuwe grens te bewaren. Dus ik zou de wet van Els Borst over euthanasie zou ik graag in zijn huidige vorm en in zijn huidige ook consequentie laten. Maar het voltooid leven, wat ook toch weer een volgend hoofdstuk voor mij in de beschaving is, dat zou in een aparte wet moeten kunnen. Ja, ik denk dat er een ander recht mogelijk is. Els Borst heeft in 2009 gezegd... Eigenlijk hebben we met de euthanasiewet de verkeerde volgorde gekozen. Mm-hmm. Namelijk, we zijn begonnen met de euthanasiewet en toen zijn we gaan investeren in palliatieve zorg. En je zou dat moeten omdraaien. Je zou moeten beginnen bij palliatieve zorg en als sluitstuk eventueel een euthanasiewet. Wat Snabel zegt is, bij voltooid leven zou je
moet je kijken naar zorg, naar de plek van ouderen in de samenleving. Moet je kijken naar, niet naar stervensbegeleiders, maar eigenlijk naar levensbegeleiders. Moet je kijken naar hoe kun je mensen op zo'n manier ouder laten worden, dat misschien die vraag nooit komt. Ja, maar... En ik denk dat we elkaar daar zouden kunnen vinden, dat je alles op alles zet, mm-hmm, om die vraag te voorkomen. Vandaag kreeg ik een mooi verhaal aangereikt. En degene die me dat aanreikte zit hier achter in de zaal, van Hans Becker, Humanitas Rotterdam, verzorgingshuis. Die trad aan en dat is een huis waar euthanasie mogelijk is. Hij heeft geen principiële bezwaren tegen euthanasie. Hij zegt, het is wel, nou, eigenlijk het falen van de omgeving, van alles en iedereen. Maar het is mogelijk. Alleen, zei hij, ik wil geïnformeerd worden. Ik wil 3 dagen van tevoren geïnformeerd worden. Dat was de regel die hij afkondigde toen hij aantrad. Ik wil geïnformeerd worden als er sprake is van euthanasie. En, dat was een andere maatregel, we schuiven alle regels opzij en we geven mensen in principe altijd hun zin. Als zij een kat willen, dan krijgen ze een kat. Als zij, weet ik veel wat, willen meeslepen naar hun plek, dan mag dat. Ruimte voor ouderen. We gaan goed voor ze zorgen. Toen was hij een tijdje onderweg. Toen riep hij het hoofd van de medische dienst bij zich. Hij zegt, nu heb ik alle regels opzij geschoven. Maar eentje, daar hou je niet aan. Ik krijg nooit meer het verzoek, euthanasieverzoeken, voor ogen. Uh-huh. Hij zei, nou, dat komt omdat wij dat andere beleid hebben ingevoerd. Omdat wij de maximale zorg bieden aan mensen. En wat blijkt, een huis waar zonder principiële bezwaren tegen euthanasie, de vraag naar euthanasie is nihil. De afgelopen 10 jaar. Waarom? Vanwege goede zorg. Als we elkaar daar zouden kunnen vinden, dan zouden we de volgorde, zoals Els Borst heeft gezegd, bij de euthanasie, dan hadden we het eigenlijk andersom moeten doen. Als we nou eens beginnen bij het begin. Dat wat Snabel zegt, hier ligt de uitdaging, goede zorg, een volwaardige plek voor ouderen in die samenleving. Okay, laten we elkaar daar vinden. Ik vind het juist gevaarlijk deze weg op te gaan, want je begon met palliatieve zorg en euthanasie. Palliatieve zorg en euthanasie zijn 2 volstrekt verschillende dingen. Het een is laten sterven, het ander is doen sterven. Soms kunnen ze in elkaars verlengde liggen, maar vaak ook niet. Iemand die longkanker heeft en uiteindelijk stikt in zijn eigen vocht, help je niet met palliatieve zorg. Die weet dat de laatste momenten afschuwelijk zijn, want je verdrinkt in je eigen lichaamsvocht. Die wil niet palliatieve zorg, die wil euthanasie, om dat niet te hoeven meemaken. Dat het soms in een verlengde kan zitten, dat klopt, maar dat is van alle tijden. Mijn grootvader, zwaar katholiek, maar in 1964, toen hij doodging, deed alleen nog maar dit. En dat was morfine, morfine, morfine. En dat noemden ze toen geen euthanasie, maar dan noemden ze het, ach jee, overdosis morfine was euthanasie. Dat hebben we nu netjes geregeld. Wat we nu hebben, is voltooid leven. En dat heeft iets, maar ook heel veel niets te maken met goede zorg. Je kan tegen mensen die wil hebben, niet zeggen, kijk eens, een fantastisch verzorgingshuis, de allerbeste zorg van Europa, kijk eens, en nu moet je gelukkig leven. De mensen die ik spreek, die dit overwegen om daar ooit gebruik van te maken, zeggen, mijn omgeving is weg. Ik heb genoten van mijn partner, ik had mijn kinderen, die zijn me ontvallen. Ik kon goed lezen, dat kan ik niet meer. Ik heb er gewoon geen behoefte in. Zin in het leven. Het leven zoals ik nu leid, voelt als een belasting voor wat ik daarvoor heb gehad. En die mensen, en dat moet zorgvuldig, en dat moet begeleid, en daarom hebben we daar eisen aan gesteld die we ook in Nieuwsuur hebben doorgenomen. Maar er wordt gezegd, die mensen, niemand kent die mensen. Ik ken ze wel, bij mij in Wageningen. Vorig jaar, ouder echtpaar, hij hoogleraar, ik geloof 40, 50 jaar getrouwd. Kinderen kregen een berichtje, kom vanavond en gebruik de sleutel die onder de plantenbak ligt. En daar lagen ze. Diep in de 80, fles champagne naast het bed, hand in hand op bed. Zij was al zwaar aan het dementeren. Hij was ziek en ze zeiden, we maken het samen. Ik raak daar ontroerd door. Alleen ik vind het verschrikkelijk dat die mensen naar België moeten rijden om net zo lang pillen te gaan verzamelen tot ze het kunnen. Ik wil dat op een menswaardige, beschaafde manier. Maar die handreiking die ik een manier beetje zie. Van... Nou ja, ik wil best de hand, ik wil de beste zorg in Nederland. Maar er zijn mensen die zeggen, daar gaat het me niet om. Nee, maar u zegt ook van, als uiteindelijk na al die zorg dan toch een wens is.
Nou, om er een eind aan te maken. Kijk, dan ben ik ook niet iemand die dan zegt nee, absoluut. Nee, als het gaat om zelfbeschikkingrecht en je wil een eind aan je leven maken, dan heb je dat zelfbeschikkingrecht. Alleen waar hier sprake van is, je doet een beroep op de overheid en je doet een beroep op omstanders om je daarbij te helpen. En dat is iets wat je nooit zo kunt vragen. Maar mijn appel was, zoals Els Borst zei, wij hadden eigenlijk die volgende moeten omdraaien. Ja. Want die zei wel dat palliatieve zorg en euthanasie met elkaar te maken heeft. In die zin dat je de angst voor aftakelingen en de angst voor pijn voor een heel groot deel weg kunt nemen. Niet altijd, want je zult inderdaad die gevallen hebben waarin die pijn zo evident is dat mensen zeggen, ja, en ik zie geen andere uitweg. Ik zal dat nooit kunnen goedkeuren, maar ik snap het. Ik snap dat die wens er is. Alleen, Els Borst zegt, draai die volgorde nou om. We hadden die volgorde eigenlijk moeten omdraaien. Nu zegt Snabel, investeer. En dat is een indringend beroep wat Snabel doet op ons allemaal. Mm-hmm. En de aanbeveling van de commissie, investeer in goede zorg. Want die is er. Want het beeld dat het een volstrekt autonome, volstrekt individuele keuze is, ja, die doet geen recht aan de werkelijkheid. Het is altijd in relatie tot je omstandigheden, in relatie tot mensen om je heen. Als mensen zeggen, ik wil dood, dan zeggen ze heel vaak, ik wil dit leven eigenlijk niet. Ja, ik begin nu overigens te begrijpen wat het met tekstexegese wordt bedoeld, altijd in christelijke kringen. Want het aantal keren dat Van Mierlo geciteerd wordt door mensen die denken en beter te kennen dan ik, of Els Borst geciteerd wordt door mensen die beter denken dan ik, denk ik wel eens, moet wel oppassen. Want ik denk dat Els Borst daar juist heel scherp in zat. Het zijn verschillende dingen. En het enige wat wij vragen en wat wij willen faciliteren voor alles, maar een hele kleine groep mensen, is houd het niet tegen. Wij zullen het zorgvuldig doen. We zullen praten over leeftijdsgrenzen. Mm-hmm. We zullen definiëren wat de hulpverlener moet zijn. Maar sluit de ogen niet voor de huidige realiteit. Iedereen die door deze wens voor de trein springt, van het dak afspringt, naar Zwitserland of België moet rijden om giftige cocktails te halen, dat vind ik wegkijken van een overheid. Terwijl ik vind dat een overheid, als die wens er in de samenleving is, de overheid daar op een verantwoorde, beschaafde manier in mee moet denken waar mogelijk. En dat je daar goede eisen aan stelt, evident. Maar de binding met name aan het deel betere zorg en eenzaamheidsbestrijding is aan de ene kant een begrijpelijke, maar is ook een venijnige. Omdat heel veel van die mensen die ik spreek dat niet willen. Mijn buurvrouw zei me op de dag dat dit behandeld werd, Alexander, ik ben 83, ik hoop er nooit van gebruik te hoeven maken, maar mijn grootste angst is dat ik het niet zou kunnen. Nu ik weet dat die wet er aankomt, alleen al dat maakt me rustig, dat ik weet niet, over 5 jaar, over 10 jaar, misschien word ik gewoon een keer niet wakker, maar dat als ik voel dat dat leven belastend gaat worden voor wat ik daarvoor had, dat het dan zou kunnen op een beschaafde manier. Dat heeft voor heel veel ouderen de afgelopen weken het gevoel gegeven, dat is mooi dat dat in dit land kan. Terwijl anderen zullen zeggen, ik wens er nooit gebruik van te maken. En dat is prima, dat mag, we dwingen het niet af. Dat er ongemak zal blijven, dat er situaties zullen zijn, waar je van, inderdaad, hier is eenzaamheid, hier is mensen die het niet meer zien zitten, dat is evident. En ik heb daar geen makkelijk antwoord op. En mijn makkelijke antwoord is niet, jongens, als we naar die zorg, als we daar even een paar graden erbij doen, dan komt alles goed. Dat zeg ik niet. Die makkelijke antwoorden zijn er niet. Maar ik heb ook het voorbeeld gegeven van Humanitas, wat natuurlijk wel heel, heel bijzonder is. Dat je dus zorg zo kunt regelen dat op een gegeven moment de aanvraag naar euthanasie daalt. Dus er zit een relatie en het is de relatie die Snabel ook legt. Dus ik denk dat er een uitdaging is waar we samen werk van zouden kunnen maken. Mm-hmm. En tegelijkertijd zal er een ongemak blijven waar ik niet alle antwoorden op heb. En zullen er grensgevallen zijn waar jullie nog eens een keer achter je oren zullen Maar bespeur krabben. Ik hier een soort toch een gezamenlijk werkgroepje of zo, initiatief? Ik vind het allerbelangrijkste dat we richting de komende kabinetsperiode, we horen de SP en de GroenLinks, horen we allemaal partijen uitsluiten en standpunten tot breekpunt. Ik vind zeker bij dit soort thema's, ik zal nooit van de ChristenUnie dwingen om daarin mee te gaan. Ik zou dat onzedelijk van mezelf vinden. Het enige wat ik vraag is, als het dadelijk blijkt een ruime kamermeerderheid in die zorgvuldigheid mee te willen gaan, blokkeer het niet als wens van een minderheid. Nou, het lijkt me wel iets waar we uit kunnen komen. Ja?
Ik zal, wat ik zei, nog direct, nog indirect verantwoordelijkheid kunnen nemen, omdat dat zo'n fundamentele wissel is. En ik probeerde dus een inhoudelijke agenda naast te leggen, waar we elkaar wel zouden kunnen vinden. En ik hoop dat we daar werk van kunnen maken. Maar pakken jullie dat nou van elkaar even op? Want wat, nou ja, ik luister eens investeren in zorg versus dit mogelijk maken. Volgens mij zijn er coalities geweest die langer over zo'n onderwerp onderhandelden. Ja, en we zitten maar er al bijna. Absoluut niet in de kabinetsformatie door een nieuw kabinet laten. Nee, maar laten in ruil voor het vrijlaten van de Kamer hierin door een eventuele christelijke deelname aan kabinetten. Nou, ik vind in ieder geval het standpunt prettiger dan wat ik de laatste tijd van het CDA hoorde. Heren, het gaat heel goed met elkaar. Ja, ik ben bang dat Alexander zich een klein beetje rijk rekent. Je moet niet te ver gaan. Nee, er zijn onderwerpen waar je zegt, ja, maar er zijn talloze onderwerpen waar we compromissen over kunnen sluiten. Dit is zo fundamenteel. Ik denk dat er inhoudelijke uitdagingen zijn waar we mee aan de slag kunnen gaan. Mm-hmm. Mag ik even citeren? Bladzijde 210. Daar schrijf je, ik omhels die een aanval op ons opent. Is dit een omhelzing ook? Het was in ieder geval geen aanval. Het was geen aanval, nee. Ik heb niet als aanval ervaren. Nee, maar dit is iets wat jou raakt, wat heel diep zit. Het raakt mij. En je probeert daar, nou, we hebben daar nu een fatsoenlijk gesprek heel fatsoenlijk, over. Ja. En ik denk dat we in de praktijk stappen kunnen zetten. Alleen, ik zou zeggen, laten we heel goed naar Snabel luisteren. Ja, oké, goed. Ik kijk even naar de klok. Internationaal, we kunnen even nog een klein rondje maken daar. En daarna mogen er wat vragen uit de zaal gesteld worden natuurlijk. Die mensen zitten hier ook niet voor niks. Ja. Waar zullen we het over hebben? Want er stonden een paar vluchtelingen, EU of het Oekraïne-referendum. Ja. Gaan jullie daar, dat laatste, want het is natuurlijk wel actueel. Rutte zit met zijn handen in zijn haar. Die weet helemaal niet meer wat hij moet doen. Die moet het nu zelf een beetje uitzoeken. Gaan jullie hem helpen? Nou, hij weet wat hij wel moet doen. Of hij weet wel wat hij moet doen, namelijk hij moet naar Brussel toe. Hij moet gaan praten met de Europese landen, EU-landen. Hij moet met een voorstel komen en dat gaan wij beoordelen. Hij moet iets doen wat hij maanden eerder had moeten doen. Namelijk direct na het referendum, aan de slag, praten. Nu zit, waarom heeft hij toen niet gedaan? Ja, dat het vanzelf over zou gaan. Dat het onderwerp zou verdampen. Nou, er kwam natuurlijk een Brexit tussen. Dus ik denk dat dat een verzachtende omstandigheid is. Maar hij had hier echt werk van moeten maken. Het is natuurlijk echt een weinig vrije vertoning dat je bij een referendum wat maanden geleden is gehouden, dat je nog altijd mensen in onzekerheid laat van wat is de afloop. Ja, dat kan echt niet. Ja. Maar wat zit erachter? Is dat toch... Koopman Rutte. Hij heeft het verkeerd ingeschat. Hij baalde dat referendum er kwam. Nou, ik denk dat hij daar niet in alleen stond. Het is ook niet mijn ideale referendum. Ik wil een correctief referendum, maar niet zo'n u vraagt, wij draaien referendum. Mm-hmm. Oké, hier was het mogelijk gemaakt, moeten we er ook niet bang voor zijn. Maar hij had natuurlijk voor 6 april, voor dat referendum, had hij gewoon aan Nederland moeten vertellen, wat betekent een nee-stem? Je ziet nu ook bij de Britten dat een nee-stem niet zo makkelijk is wanneer je met 28 partners samenwerkt. Dus dat had hij moeten doen. En hij heeft 7 maanden na 6 april heeft hij op zijn handen gezeten. En waar hij het eerst een handelsverdragje, hè, als Rutte een probleem heeft, is het altijd een verkleinwoord. Hè, handelsverdragje, als bij de Oranjes is, dan is het een containertje, een vakantiewoninkje, een bootje of een steigertje of een schilderijtje. Vluchtelingen wonen in hutjes. Ja, en de vluchtelingen wonen in hutjes. Ja, dan zijn ze altijd klein. Dus je moet altijd opletten als die verklein worden. Maar het was een handelsverdragje. Ja, en nu is het opeens een geopolitieke... Poetin, Syrië, waterstofbommen. Vacuumbommen. Het is Rutte op zijn beste in chameleongedrag. Maar D66 heeft zelfs in het verkiezingsprogramma laten opnemen geen Nexit-referendum. Nee, jullie zijn bang geworden voor het referendum hierover. Nee, absoluut niet. Ik ben voor een referendum, maar een referendum, ik zei het al, mensen denken altijd dat alle referenda leuke referenda zijn. Nou, ik heb zelfs als wethouder er één tegengehouden. Ik ben er trots op ook. Ja, zeker. Ik was wethouder verkeer en de raad wilde een referendum. Ik zei, nou prima, als jullie met een meerderheid een referendum willen. Maar ik heb nu 2 jaar hieraan gewerkt. En ik vind dat, dan hadden jullie eerder moeten zijn. En uiteindelijk stemde de hele raad ermee in dat er geen referendum werd gehouden. Nou, dat is ook democratie.
Ik ben voor een correctief referendum. En een correctief referendum is eigenlijk in het wetgevingsproces, maar dan met een hele hoge drempel. Ja. Ik zou zeggen ongeveer de helft van de opkomst van de laatste verkiezingen, die moet dan ook nee stemmen. Dat is een mooi aantal. Die dan ook een correctie pleegt op het wetgevingsproces. En eigenlijk is zo'n instrument, als het niet gebruikt wordt, is het het mooiste instrument. Want dat betekent, net zoals in een treincoupé, er hangt daar een noodrem. Iedereen kijkt ernaar, maar iedereen vertrouwt ook wel die machinist voor in. Maar stel dat we met z'n allen zeggen, nou wordt het te gortig, dan hangen we eraan. Nou, en dan zullen wij als wetgever ons zo gedragen dat als ze denken, ja, maar kunnen we dit, als er nou een referendum wordt uitgeschreven, krijgen we dan nog wel ons zin. Dus dat betekent dat het eigenlijk zorgt dat politici veel meer gaan rekening houden en luisteren naar wat er bij mensen leeft. Nou, nu even terug naar dit referendum. Dat hebben we nu. Het is raadgevend. Hij moet er gewoon voor zorgen dat hij in Brussel het nee optimaal weet te effectueren. Nou, waar hadden mensen bezwaar tegen? Tegen defensiesamenwerking, tegen eventueel lidmaatschap, tegen extra geld. Nou, als die daarmee terugkomt en met een volwaardig pakket komt, heb ik vanaf het begin af aan aangegeven, wil ik daar naar luisteren. Ja. Oké. Okay. Maar hem zo in deze dagen dat hij nog 75 zetels heeft een beetje laten zweten, is helemaal niet erg. Overigens, over dat correctieve referendum, daar zouden we het wel over eens kunnen worden. Kijk, dat is wel, je merkt dat bij deze vorm van het referendum dat ook politieke besluitvorming buitengewoon ingewikkeld maakt. Stel je voor dat rond pensioen, hè, wat natuurlijk een heel ingewikkeld onderwerp is. Stel dat er een voorstel komt in een volgend kabinet. Er is altijd wel ergens een groep die zich misdaan voelt, die zich miskend voelt. Dat maakt besluitvorming buitengewoon ingewikkeld. Terwijl op niveau van het parlement moet je alle belangen kunnen afwegen en een verstandig besluit kunnen nemen. Als je dan een correctief referendum hebt, in het uiterste geval, stel dat er een bizar regeerakkoord is gesloten en 76 zetels in de Tweede Kamer en 38 zetels in de Eerste Kamer jast er iets doorheen wat zo evident onverstandig is, onrechtvaardig. Dan geef je mensen echt iets in handen. Als ze dan nee zeggen, is het ook echt nee. Maar dan met een flinke drempel. Met een flinke drempel, helemaal mee eens. Prima. Moeten we niet bang voor zijn. Samen? Ja, dat zou kunnen. Nou, het is allemaal precair, die samenwerking. Maar jullie ontzien elkaar op bepaalde punten wel. Dus mijn laatste vraag eigenlijk aan de zaal. Fans van Pechtold of Segers, wie vindt er dat ze eigenlijk samen kunnen werken? Gehoord hebbende dit gesprek eigenlijk. Ja, mag wel iets. Nou, ongeveer de helft van de zaal. De andere helft nog niet. Dus die moeten jullie nog overtuigen de komende tijd. Nou, de verkiezingscampagne is geopend hierbij. Absoluut. En de bar ook zo. Dus heren, hartelijk dank voor dit gesprek.